We gaan zo direct beginnen met een introductie door de wethouder Groothuismink. Eerst zal ik mij voorstellen samen met Gert-Jan. Wij zijn naar de volgende slide. Ja, graag naar de volgende slide. Gert-Jan en ik zijn van Cirkelstad. Cirkelstad werkt aan samenlevingen, maar vooral de gebouwde omgeving zonder afval en zonder uitval. En we zijn door de gemeente Zaanstad, door Femke Nagel, gevraagd om deze sessie als objectieve partij, maar wel inhoudelijk deskundige partij te modereren. Dus vandaar dat wij wellicht voor jullie onbekende gezichten zijn. Maar we proberen jullie daar vanmiddag een heel mooi programma te bieden. Dan wil ik graag de wethouder Groothuismink aankondigen. We zien dat Zaanstad een mooie ambitie heeft om in 2030, 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit is het programma dat jullie zien hier op het scherm. Iedereen zal daar zijn steentje aan bij moeten dragen. Dus ook de partijen rond deze klimaattafel. En dat zijn de partijen die de maatschappelijke organisaties genoemd worden. Dat is een breed en diverse groep. Maar die kunnen wellicht toch elkaar versterken ook. En die zijn in de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor 44% van de Zaanse CO2-uitstoot. Dat is toch behoorlijk veel. Daar liggen dus ook kansen. Daar liggen dus ook kansen om met elkaar te onderzoeken hoe deze klimaatkansen inderdaad gerealiseerd kunnen worden. En niemand heeft het pad uitgestippeld. Dat gaan we met elkaar vandaag opstarten en in de toekomst, in de komende jaren, hopelijk ook echt concreet maken. Wethouder Groothuismink, mag ik u uitnodigen om het woord te nemen? Wie iemand mij het woord moet geven? Oh nee, ja, ik hoor mezelf. Welkom allemaal. Ik zie jullie niet op mijn scherm, maar ik heb in de deelnemerslijst gezien dat jullie er zijn. En wat fijn dat we elkaar toch nu zo kunnen ontmoeten. Ik ben Natasja Groothuismink. Ik ben wethouder onder andere van zorg en van onderwijs. Dus ik vind deze tafel vanuit verschillende portefeuilles heel erg interessant. Ik denk dat het, Lisbeth zei het net al, dit college kan deze ambitie niet alleen doen. Dat moeten we echt samen doen. En daarom is het ook goed om met elkaar de goede voorbeelden te delen. Elkaar te inspireren, maar ook elkaar kritisch te durven bevragen. Zodat we samen stappen vooruit zetten. Zoals je op de foto ziet, heb ik dat ook wel eens in de bergen gedaan. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om die stappen echt te gaan zetten en echt aan de slag te gaan. En dan is deze tijd, hè, we zitten nu vanuit onze eigen werkkamer online te vergaderen. De coronatijd kan aan de ene kant, kan je denken, nou, dat is een bedreiging of een vertraging op het gebied van duurzaamheid. Ik denk juist het omgekeerde. Dit is juist de kans, het moment om ook doorbraken op dit gebied te forceren. En ook echt stappen te zetten, omdat we nu ook echt inzien wat er echt belangrijk is en hoe urgent dit probleem ook is. Om die stappen te zetten. Dus ik vind deze periode echt juist dat we dit moeten gebruiken als een kans om stappen te zetten. Dat we vooral de kennis moeten delen, elkaar moeten inspireren en aansporen. Dat we ook niet het wiel opnieuw uitvinden. Dus ik hoop dat we vanmiddag veel horen. Nieuwe dingen, maar ook dingen kunnen vertellen wat we doen. En dat we echt stappen zetten om deze ambitie te halen. En daarbij werken wij heel graag samen. Dus ik hoop op een hele leuke middag. Dank u wel, wethouder. Ja. Mooi, dit is een mooie pep talk. En ik hoop inderdaad dat alle partijen de energie kunnen oppakken om deze klimaatdoelen met elkaar en de gemeente te realiseren. Dan gaan we nu naar het gedeelte. Ik wou nog even aan toevoegen. We hebben een heel strak schema.
het plan probeert de tijd in de lijn heel strak in de gaten te houden. En zal inbreken als we de volgende sprekers nog 2 minuten hebben. Hopelijk is er dan ook nog ruimte voor een vraag. Maar dat moeten we dan straks bepalen. Wethouder, u zei nog inderdaad net dat u ook al stappen maakt. Kunt u 1 concrete stap zeggen die u gemaakt heeft en die ook hier wellicht kan aanspreken? Ja, dat is wel interessant, want bij verduurzamen denk je vaak aan het gebouw zelf of aan zonnepanelen, verlichting, hè, welke energie gebruik je om je pand te verwarmen, dan wel te koelen. Maar wat zeker ook belangrijk is, en zeker ook voor grote onderwijsinstellingen, voor grote zorgpartijen, is om te kijken hoe komt en gaat je personeel naar het werk en naar huis. En 1 stap die ik in ieder geval zelf heb gezegd, is dat ik zoveel mogelijk op de fiets naar het stadhuis ga. En dat doen mijn collega's ook, zoveel mogelijk op de fiets of lopend zelfs, heb ik een collega, naar het stadhuis. En het blijkt dat zeker al, hè, bij grote zorginstellingen is dat ook echt onderzocht, dat ook inzet daarop heel erg belangrijk is. Dus dat is mijn advies. Van kijk ook natuurlijk naar je gebouw en je bedrijfsvoering, maar kijk ook naar het gedrag en het stimuleren van je eigen personeel om ook die stappen te zetten. Ja, dat is mooi. En daarin zien we dat alle klimaatonderwerpen zo breed kunnen raken als mobiliteit, vervoer, personeel, ook niet alleen van cliënten, maar ook van personeel en andere toeleveranciers. Inderdaad, daar liggen heel veel kansen, heel breed. Dank. Dan gaan we naar het vervangen stappen. Daar gaan we nu inzicht krijgen in de zaakontwikkelingen. Daar kan ik nog over vertellen. Wat meer detail van de zaakontwikkelingen. En er komt daarna ook nog een korte pitch. 2 korte pitches. Die zal ik dan ook aankondigen. Ik werk in het duurzaamheidsteam van de gemeente. Dan mag ik jou nog een woord geven. Ja, dankjewel. We hebben heel veel te vertellen. Er gebeurt natuurlijk superveel, ook vanuit de gemeente. Maar dat gezegd hebbende, we hebben hele mooie sprekers en hele interessante gesprekken. Dus ik ga jullie in een vogelvlucht door de belangrijkste dingen heen nemen. En we zullen de presentatie ook nasturen met meer informatie. Dus ik ga even snel door een aantal stappen heen. En dan kunnen we daarna de vragen beantwoorden. Maar ik ga in eerste instantie even de dingen langslopen. Nou, zoals je hier in het overzicht ziet, zijn we de tafel begonnen in 2019. De eerste in bijeenkomst hebben we vooral alle initiatieven opgehaald die er in de stad waren. Dat is gebundeld in het Klimaatakkoord 1.0. En in de tweede ronde zouden we dan concreet gaan doorpakken en met elkaar een verdiepingsslag gaan maken. Nou, dat viel dus weg door corona. Toen hebben we in de tussentijd wel de nieuwsbrief aangehouden, waarmee we zoveel mogelijk mensen op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Die vind je ook op de website van het Nieuwzaans Klimaat. En we hebben een online consultatie gedaan om mensen te vragen wat ze belangrijk vonden, ook voor de vervolg van de tafels. En daar kwam heel nadrukkelijk in naar voren dat er behoefte was aan meer concrete voorbeelden en initiatieven. Dus dat is ook hoe we het programma nu hebben geladen. En we hopen dat in de smaak valt. De komende maanden werken we door een Klimaatakkoord 2.0. En dat wordt begin 2021 gelanceerd. Geheel coronaproof. Maar daarover later meer informatie. Het Zaanse Klimaatakkoord 2.0, waar we dus dit jaar naartoe werken, geeft een overzicht op de 3 pijlers. Dus wat gebeurt er in Zaanstad op de energietransitie, de gezonde leefomgeving en klimaatadaptatie en op het gebied van de circulaire stad. Het maakt inzichtelijk en bundelt wat er allemaal is, zodat concrete, en dat gaat zowel om beleidsontwikkelingen als initiatieven vanuit de stad. Dat laat zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en mensen in de gemeente ook zien waar we op kunnen aanhaken en hoe we met elkaar kunnen gaan opschalen. CE Delft zal een doorrekening maken van de CO2-reductie en kijken in hoeverre we onze doelstellingen met al deze plannen gaan realiseren. En we maken inzichtelijk welke nieuwe kansen we zien om door te pakken. En dat is ook de belangrijkste dingen die uit deze tafels komen. Dus waar voelen we de behoefte om met elkaar de samenwerking op te zoeken, los van wat elke inwoner, elk bedrijf en elke organisatie voor zichzelf te realiseren heeft.
Dus heb je nog initiatieven of weet je nog goede ontwikkelingen of heb je een update van je ontwikkeling? Laat het ons vooral ook weten, want dan willen we daar zo goed mogelijk recht toe doen. Dan even de belangrijkste beleidsontwikkelingen. Er gebeuren veel dingen tegelijkertijd die allemaal bij elkaar aangevuld een enorme verduurzamingsslag moeten gaan maken in de komende 10, 20 jaar. En bij al deze trajecten is de impact op inwoners, bedrijven en organisaties groot. Dus daarom willen we jullie graag even meenemen in deze ontwikkelingen. Maar ja, we kunnen daar nu niet te veel over uitweiden. Dus we zetten even de belangrijkste gegevens neer en we sturen de rest voor jullie na. En uiteraard kan ik zo ook nog een vraag daarover beantwoorden. Maar de belangrijkste ontwikkelingen op hoofdlijn zijn in ieder geval de regionale energiestrategie. Dat gaat over de grootschalige opwek van duurzame energie. Dus hoe gaan we al die duurzame opwek met zonnepanelen en windmolens inpassen in onze stad en het omringende landschap erin zoveel mogelijk besparen? En kijk ook naar welke regionale warmtebronnen we hebben tot onze beschikking om van het gas af te kunnen gaan. En bij deze vraag kijken we ook heel erg naar wat is nou het lokaal eigendom. Dus hoe kunnen we zorgen dat bewoners, organisaties, bedrijven die duurzame energie die we met elkaar opzetten ook in eigen eigendom kunnen hebben. Nou, het conceptrest is nu openbaar gemaakt, dus dat kan je vinden op de website, de link die daar staat. En de komende maanden willen we met partijen in de stad kijken naar de mogelijkheden en het draagvlak om binnen specifieke zoekgebieden die wind en zon te gaan realiseren. Het tweede punt is de transitievisie warmte. Hier wordt gekeken hoe we alle gebouwen gaan verwarmen als we van het aardgas af zijn. Het warmtenet in Zaandam-Oost is hiertoe een eerste stap. Het maakt voor de stad, maar het is natuurlijk voor de hele stad nu al belangrijk dat je gaat kijken naar hoe we zoveel mogelijk energiegebruik kunnen besparen. Dus onder andere met isolatie. Dus ook al beginnen we in één wijk met een warmtenet, eigenlijk alle wijken in de stad moeten nu zo snel mogelijk inzetten op besparen. Het vraagt ook echt om maatwerk voor verschillende wijken. Bij de een is het een warmtenet het meest financieel, technisch beste oplossing. Terwijl in een ander gebied misschien all electric weer veel beter past. En het concept van deze transitievisie wordt in het najaar openbaar gemaakt. En dan zullen ook mensen hierover informeren. Dus ben je aangehaakt via onze nieuwsbrief of neem je deel aan de tafels. Dan krijg je hier ook informatie over toegestuurd. En dan begin 2021 gaat dit voor besluitvorming naar de raad. Nou, en dan volgen echt de concrete wijkuitvoeringsplannen. Dus dan gaan we ook echt in de wijken en met de wijken kijken van hoe gaan we dit nou met elkaar voor elkaar boksen. Dan ga ik snel door naar het Zaans mobiliteitsplan. Naast die hernieuwbare energie en het afbouwen van aardgas moeten we natuurlijk ook kijken naar een toekomstbestendige mobiliteit. Dus steeds meer mensen komen in onze stad wonen, werken en recreëren en de ruimte is schaars. Dus moeten we goed kijken hoe we daar met onze mobiliteit mee omgaan. En ook zorgen dat daarin wordt toegewerkt naar een klimaatneutrale stad. Dus we kijken naar de infrastructuur, maar ook naar de mobiliteitsservices. Zoals het aanbod van OV en deelmobiliteit. Nou, wat daar nog even belangrijk is, is een website waar je dat kan volgen ook. En er is op dit moment een enquête voor inwoners en ondernemers. Dus graag die nog even invullen voor 25 september. Want jullie input vormt uiteindelijk het plan wat we met z'n allen gaan maken. De laatste in het rijtje is het uitvoeringsplan klimaatadaptatie. Dus hoe zorgen we dat Zaandam dat de klappen kan opvangen van die extreme hitte, die piekbelasting van regen, grote hagelbuien en heftige stormen die er aankomen. Sowieso al. De mate daarvan kunnen nog enigszins met goed klimaatbeleid weten te beperken. Maar er komt sowieso al het een en ander op ons af. Nou, dat is ook heel belangrijk dat de hele stad daar zijn rol in neemt. Dus we kunnen het niet alleen redden door alleen in de openbare ruimte daar aanpassingen voor te maken. Dat geldt ook voor bedrijven, daken en ook voor tuintjes van inwoners. Iedereen heeft daar een rol in te spelen. Daar wordt nu een uitvoeringsplan in concept ontwikkeld. En die gaat ook begin 2021 ter besluitvorming naar de raad. Dus zoals je ziet hier in het overzicht, en dit krijgen jullie allemaal per mail toegestuurd, zie je dat er een vaststelling van belangrijke beleidsstukken aan zit te komen. En we hebben geprobeerd voor jullie in ieder geval inzichtelijk te maken wat de belangrijkste momenten zijn om daar ook nog input in mee te geven en je gedachten aan de vormers mee te geven. Voordat we doorgaan naar de twee pitches, nog even heel kort input van Urgenda. Die is sinds kort in Zaandam gevestigd. Nou, dat is natuurlijk een welkome aanvulling van al het werk wat in deze stad wordt verzet. Zij hebben in ieder geval 54 kleine maatregelen om CO2 te besparen. Dus je kunt op de website daar veel meer informatie over vinden. Maar specifiek voor maatschappelijke instellingen is het in ieder geval belangrijk dat ze een aantal hele mooie ludieke campagnes hebben waarmee je echt het verschil kan maken. Zo is er een energiestrijd van zorghuizen.
En hebben ze ook een campagne op het Oh, Anne, even wachten. Dat doe ik wel, Anne. Grapje. Het verduurzamen van zwembaden. Dus weet dat dit speelt. Ga naar de site als dit voor jou interessant of relevant is. En doe er je voordeel mee. Want door samen te werken en zeker ook met wat Urgenda te bieden heeft, kan je veel sneller gaan. Dan is dit het eventjes wat betreft de beleidsontwikkelingen. Dus ik dacht, ik geef het woord weer aan jou, Lisbeth. Ook daar weer zijn we een stapje dieper ingegaan op wat er allemaal met, bij het klimaat komt kijken. En het interessante van deze fase in het bestaan van mensen is dat dan blijkt dat alles in elkaar ingrijpt. Je kan niet in één hokje werken zonder het andere hokje in ieder geval te kennen. Dus inderdaad, dit is heel een duidelijk voorbeeld van zoek elkaar op en probeer wat. En hou rekening met het bredere beeld dat je vandaag krijgt en de komende tijd krijgt. Ja, dan wil ik graag Anne Twilt introduceren. Zij is van de Green Business Club Zaanstad en gaat ons een hele korte pitch geven over wat voor concrete stappen er gemaakt kunnen worden, wat voor kansen er liggen. Anne, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Lisbeth. Jullie kunnen mij horen nu, hè? Ja. Ja, helemaal goed. Dankjewel voor de introductie. Ik ben dus Anne Twilt. Ik ben programmamanager bij de Green Business Club Zaanstad. En voor degenen die de Green Business Club niet kennen, we zijn een impactorganisatie die zich richt op het halen van concrete resultaten door het initiëren van duurzame projecten in de Zaanstad. Dat doen we samen met onze participanten. Als je een bedrijf bent in de Zaanstad, dan kan jij ook participant worden. We hebben er nu een stuk of 15. Het is een heel breed scala aan verschillende bedrijven, maar ik noem er een paar. Rutte Groep zit er bijvoorbeeld in, de ING, maar ook de NS. Als je er meer wil weten, kan je altijd even op onze website kijken. Die staat hier ook op de slide. Maar ik ben hier vandaag om jullie heel kort te vertellen over drie concrete kansen die we ook voor jullie hebben om bezig te gaan met verduurzaming. En dat zijn projecten die we doen binnen onze drie pijlers. Dat is energietransitie, circulaire economie en mobiliteit. Op dit moment lopen er drie projecten waar je je voor kunt aanmelden. Zon op Zaan is daar eentje van. Daarbij helpen we je helemaal vrijblijvend en gratis bij het technisch haalbaarheidsonderzoek van zonnepanelen op jouw pand. En we begeleiden je daarbij ook bij eventuele subsidieaanvragen als je daar behoefte bij hebt. Dus dat gaat echt over zonnepanelen. We hebben energiescans in de aanbieding. Dat doen we samen met de provincie Noord-Holland en Klimaatroute. En energiescans maken inzichtelijk waar jij binnen jouw pand het makkelijkst energie kan besparen of energie op een duurzame manier kan opwekken. Ja, die energiescans, daar zit wel een kleine investering aan verbonden. Volgens mij is dat €100, maar als je besluit een duurzame investering te gaan doen naar aanleiding van die scans, krijg je weer korting op je offertes. Dus zo heb je hem heel snel terugverdiend. En tenslotte hebben we bij mobiliteit op dit moment de mobiliteitsscans in de aanbieding. En daarbij maken we met jou inzichtelijk waar je werknemers vandaan komen en hoe ze naar hun werk komen. En kunnen we wat advies geven over hoe je qua mobiliteit een verduurzamingsslag kan maken binnen jouw werknemersbestand. Dus dat zijn heel concreet en heel kort de drie aanbiedingen die ik op dit moment kan doen die voor jullie wellicht interessant zijn. Ik kan me voorstellen dat het even heel snel en heel veel is. Dus mail me gerust. Mijn e-mailadres staat hier in beeld. En dan hoor ik jullie graag. Dank Anne voor je hele korte pitch. Mooi. Ik heb er één vraag over. Die heette de Green Business Club. En dat kan misschien voor juist maatschappelijke organisaties verwarrend zijn. Kan je daar heel kort iets over zeggen? Of jullie inderdaad ook juist voor de maatschappelijke organisaties dit soort diensten aanbieden? Zeker, zeker. Ja, we hebben ook maatschappelijke organisaties kunnen ook participant bij ons worden. Maar dat hoeft in principe helemaal niet om überhaupt gebruik te maken van deze projecten. Deze projecten bieden we aan iedereen binnen de Zaanstreek, behalve particulieren. Dus dat kunnen inderdaad ook scholen of onderwijsinstellingen of ziekenhuizen, maakt niet uit. Als je aan de slag wil met verduurzaming binnen jouw pand of jouw werknemersbestand, dan kunnen we daarbij helpen. Dus we zijn er voor iedereen. Ja. Mooi. Dank Anne. Dankjewel. Goeie vraag. Oké, dan gaan we naar de volgende. De volgende korte pitch van Robert van der Seijden.
van WeSpark. Ja, daar komt het in beeld. Robert is van WeSpark en geeft een korte pitch over de nieuwe handelsplatform voor lokale duurzame energie. En zal ook daarmee de link leggen naar de maatschappelijke organisaties, hoe die daarop kunnen aanhaken. Robert, kan ik jou 5 minuten het woord geven? Jazeker, kun je me horen? Ja. Oh, prima. Oké, nou, dan ga ik... ik wil mij voorstellen, Robert van der Zijde, kort, sinds mei voorzitter van WeSpark. WeSpark is een platform, is een stichting, een coöperatie, die zich de doel stelt duurzame energie te realiseren in het Zaanse. Met name in het Zaanse. Dus WeSpark is een groene coöperatieve Zaanse energieleverancier. Als onderdeel van OM. En OM is weer een samenwerkingsverband van coöperaties binnen Nederland. Die met name groene energie levert aan particulieren. We hebben op dit moment in mei, juni zijn we begonnen met een actie. Met het ontwikkelen van een nieuwe website. En we hebben op dit moment 40 particulieren, nog maar 40 particulieren weten te benaderen. Maar goed, alle begin is moeilijk. We werken daar direct samen ook met Urgenda. En we werken ook voor met name bedrijven samen met de Apex Energiebeurs. En dat is een spotmarkt voor bedrijven en maatschappelijke instellingen. Met name dus MKB, de grotere afnemers. En hierdoor helpen we om de transitie naar lokale groene stroom versneld in gang te zetten. Dus een upswing te realiseren. Nou, waar halen we die upswing vandaan? Het is zo dat de spotmarkt, dus de energiebeurs, die levert op dit moment groene stroom op basis van groencertificaten. Met een prijsvoordeel van gemiddeld 20-25%. Nou, daar willen we een gedeelte uit reserveren. Door samen te werken met bedrijven, dus ook de Green Business Club, waar we op dit moment gesprekken mee voeren. En daar een potje te genereren om investeringen te doen in groene energie, met name ook zonnepanelen. En van daaruit willen we die energietransitie gaan vormgeven. Dus de Apex Energiebeurs is dus dat platform waar we dus mee beginnen. Even het doel nog even. Dus zakelijk, zowel MKB, grootzakelijk instellingen en maatschappelijke organisaties te binden om groene energie op te wekken. En de particuliere markt met name ook. En daarin ook energiecommunities te realiseren. Oftewel clusters van particulieren die duurzame energie produceren, onderling afnemen en ook weer opslaan op momenten dat er wat minder productie is. Dus dat is even de centrale doelstelling. Dus de uitgangspunten, nog even heel kort. We bieden dus inwoners, bedrijven en instellingen maximaal de ruimte om zelf lokale energie op te wekken, op te slaan, te delen, te consumeren en overschotten, terug te koppelen, terug te verkopen aan de markt. Dus even in een nutshell. Fantastisch, Robert. Dank voor dit. Ik vind het een inspirerend verhaal. Ik vind het mooi. Het lijkt bottom-up georganiseerd te worden of te groeien. Ja. Daar heeft nog niet eerder zoiets plaatsgevonden, bij mijn weten, in Nederland. Dus jullie zijn een mooie, inspirerende en innovatieve groep mensen die dit proberen te ontwikkelen. Prachtig. We gaan ervoor. Ja. Dank je. Dank. Formeel beginnen we nu dan aan het inspiratiedeel, terwijl ik dit al inspirerend vond. We gaan snel door naar het volgende deel van het tweede half uur van deze introducties. De eerste spreker die ik graag wil uitnodigen is Inka Vogelaar van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zij is beleidsmedewerker voor duurzame maatschappelijk vastgoed bij de VNG. Zij zal een korte toelichting geven over de routekaart. Kijk, de routekaart, daar staat hij op het scherm. Routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed, dus heel specifiek voor jullie organisaties. En zal daarmee ook wijzen op een platform dat daarbij behulpzaam zal kunnen zijn naar verwachting. Inka, mag ik jou 5 minuten het woord geven? Zeker.
Bedankt voor de uitnodiging. In het klimaatakkoord hebben 12 sectoren in het maatschappelijk vastgoed afgesproken een sectorale routekaart op te stellen. En eentje daarvan is voor het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. En er zijn nog meer routekaarten voor de zorg, sport, onderwijs. Alle routekaarten hebben hetzelfde perspectief, namelijk CO2-reductie van 95% realiseren in 2050 en alle gebouwen voor die tijd aardgasvrij maken. En in de routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is daar een aanpak voor beschreven, hoe alle gemeenten samen kunnen zorgen voor om in die periode energie-neutrale gebouwen gebouwen energie-neutraal te maken. En daar staan ook de knelpunten en belemmeringen in die we zien in het realiseren van die opgave. En in het oplossen van die knelpunten en belemmeringen hebben we nauw overleg met het Rijk, maar ook met de andere sectoren. En gemeenten hebben ook een beetje een bijzondere positie. Ik zie hier een presentatie voorbij komen die niet helemaal matcht met wat ik vertel. En dat is... het gaat ook een beetje te snel. De gemeenten hebben een beetje een bijzondere positie. En ik vind het ook leuk om te merken dat voor Zaanstad ook die bijzondere positie in dit overleg al een beetje handen en voeten geven. Want de sectorale routekaart gaat natuurlijk over het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Maar de gemeenten hebben natuurlijk ook met de andere organisaties in het maatschappelijk vastgoed te maken. En kunnen ook hun helpen bij bij de verduurzamingsopgave. Vanuit het Rijk is er ook een kennis- en innovatieplatform opgezet. Want de opgave is complex en er zijn een heleboel knelpunten en belemmeringen waarvan wij zien, nou, die spelen in elke sector eigenlijk wel. En dat is de reden dat al die sectoren onderdeel vormen van het kennis- en innovatieplatform maatschappelijk vastgoed. Dat is ondergebracht bij de RVO. En per sector is daar een kennispartner aan verbonden. Dus voor alle vragen over onderwijs, huisvesting en verduurzamen, daarvan kun je terecht bij Ruimte OK. En voor de zorg is daar een speciale kennisinstelling voor. Dus mocht je vragen hebben, ga ook naar die kennispartners toe. Want die beschikken over heel veel kennis en kunnen je ook helpen in kunnen je ook verder weer helpen. Wat wel nog even goed is om te melden. Een van de belangrijkste belemmeringen die wij zien is natuurlijk het geld. Gebouwen energie neutraal maken, dat kost veel geld. En dat is er niet. En dat is ook de reden dat wij met het Rijk samenwerken om te kijken van, nou, kunnen we nou wel zorgen dat er extra middelen komen voor het realiseren van de opgave. Daarvoor trekken we ook samen op met PO en VO. Afgelopen maanden is er al wel wat geld beschikbaar gekomen. Onder andere vanuit de Urgenda-fonds is er voor kleine eigenaren in het maatschappelijk vastgoed komt er hulp bij bij advisering. Dat wordt, die regeling komt beschikbaar via provincies. Dus vanaf dit najaar kunnen ook kleine organisaties in het maatschappelijk vastgoed terecht bij hun provincies om ontzorgd te worden in het advies. En daarnaast is er voor onderwijshuisvesting een 40 miljoen komt er beschikbaar voor het verduurzamen van scholen in het PO en VO. En er is 10 miljoen beschikbaar. Daarmee wordt de BOSA voor opgehoogd. En die is specifiek voor sportverenigingen. Dus zodat sportverenigingen met behulp van die subsidie ook dat zelfstandig verduurzamen makkelijker, dat binnen... perspectief wordt wat ook echt haalbaar wordt met die extra middelen.
Als je vragen hebt over de sectorale routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed, of onderwerpen waar ook gemeenten nog kennis op zouden moeten ontwikkelen of meer uitwisselen, dan staan we daar heel erg voor open. Dus mail en bel ons. Dan kunnen wij dat oppakken. Dankjewel, Inka. Dankjewel voor dit ook interessante inzicht in het gemeentelijk vastgoed. Wat ik altijd ingewikkeld vind bij maatschappelijke organisaties en gemeentelijk vastgoed, is dat daar vaak een afhankelijkheidsrelatie is. De gemeenten zijn vaak eigenaar of gedeeltelijk eigenaar of verantwoordelijk voor het beheer. En dan de maatschappelijke organisaties hebben die daar gebruik van maken. Die hebben dan weer hun eigen rol. En die rollen zijn niet altijd even duidelijk, is mijn ervaring. En daar zit al een interessante uitdaging. Hoe ga je met elkaar om? Is daar ook bij dit platform of bij de VNG aandacht voor die rolverdeling en ontwikkeling daarvan? Ja, zeker. Bijvoorbeeld als het gaat om scholen, dan zijn gemeenten natuurlijk staan aan de lat voor investeringen in de vernieuwing, in nieuwbouw en scholen voor het verduurzamen bij onderhoudswerkzaamheden. En daar zit ook nog wel een grijs gebied tussen. En dat is precies de reden waarom we hebben gezegd van ja, laten we nu samen met POVO optrekken om ook daarin nog scherper te krijgen hoe we dat beter gezamenlijk kunnen doen. En dat zit onder andere, een goed hulpmiddel daarbij is ook het integrale huisvestingsplan. Dat is ook de basis om die samenwerking goed vorm te gaan geven. En zeker is ook dat wel een aandachtspunt. Hè? Ook als het gaat om hoe gaan we het financieren. De gemeente die steekt de geld in de energiebesparing, komt terecht bij de gebruiker. Hoe kunnen we dat samen doen? Nou, daar wordt ook wel over nagedacht. En zo is RVO, dat is de trekker van het kennis- en innovatieplatform, bezig met een handreiking voor de Shared Incentive. Dus er komen allemaal hulpmiddelen beschikbaar die dat samen optrekken ook makkelijker moeten gaan maken. Mooi. Inka, ik wil je hartelijk danken. Ik wil ook vooral alle deelnemers, inmiddels zitten we op ruim 50 deelnemers aan deze bijeenkomst, ook vooral uitnodigen. Laat horen als je vragen hebt voor de individuele sprekers of die je wilt delen met de gemeente Zaanstad. Of straks kan je misschien ook je ideeën in de breakouts meenemen of daar je vragen stellen. Dank. Dan gaan we naar de laatste spreker voor de inspiratiesessie voor vanmiddag. Dat zijn twee sprekers, Inco Tien en Maarten van Schie van de BCN-groep. De BCN-groep uit Drachten en de Stichting Maatschappelijk Vastgoed uit Alkmaar. Die gaan een aantal voorbeelden uit hun praktijk met ons delen. En hopelijk zal dat ons inderdaad naar de volgende stappen kunnen brengen van hoe kunnen wij, jullie organisaties, daarmee hun voordeel doen, jullie voordeel doen, om het klimaatakkoord te kunnen realiseren. Ik wil Inco, Tien en Maarten van Schie uitnodigen om het woord te nemen. We hebben dan ongeveer 20 minuten. Dank u wel. Ben ik goed te verstaan? Sorry, ben ik te stoppen? Excuus, Femke? Stichting Maatschappelijk Vastgoed kon helaas op het laatste moment toch niet komen vanwege de meeste omstandigheden. Dus de floor is voor BCN. Helemaal floor. Oké, prima. Dank voor deze aanvulling, Femke. Graag jullie bijdrage en jullie inspirerende voorbeelden. Mijn naam is Inco Tien. Ben ik goed te verstaan? Oké, ik zal eerst het woord voeren. Allereerst bedankt voor de mogelijkheid om hier onze ervaringen met jullie te delen. Zoals gezegd, mijn naam is Inco Tien en samen met mijn collega Maarten van Schie presenteren wij vanmiddag 4 gemeentelijke verduurzamingsprojecten. Ik hoop dat wij daarmee nuttige informatie kunnen delen en tot inspireren kunnen aanzetten. Ik ben als senior manager adviseur betrokken bij diverse projecten op het gebied van verduurzamingsopgaven en onderwijshuisvesting. Daarnaast ben ik als partner verbonden aan de BCN-groep. Mijn collega Maarten is projectmanager en hij zal zichzelf bij zijn deel van de presentatie wat nader presenteren. Ik heb geen beheersing over de presentaties, heel goed, dank u wel. Even in het kort wie we zijn, zodat jullie ook weten wie er tegenover jullie zitten. Wij zijn BCN-groep, full service projectmanagement adviesbureau. En wij bedienen de hele vastgoedcyclus.
Wij creëren duurzame, veilige omgevingen waarin mensen optimaal tot hun recht moeten komen. Dat doen wij vooral vanuit een gebruiksperspectief, waarin we adviseren en projecten managen. Ons werkgebied is verdeeld in 4 segmenten, overheid, onderwijs, zorg, bedrijven, waarin onze focus ligt op exploitatiedenken, verduurzaming en circulariteit. Onze diensten die laten ze wel opzommen, maar wij werken niet lineair. We werken waar mogelijk multidisciplinair en integraal. En dat zal in de voorbeelden die we geven ook wel terugkomen. Zoals een slide verder mag. Vanmiddag hebben wij 4 gemeentelijke projecten. Hier staan er 3, omdat we beginnen met 3 praktijkcases. Die houden de verduurzaming in van 3 vragen vanuit verschillende gemeenten, vanuit verschillende perspectieven en complexiteiten. Inke gaf al aan, er is een routekaart verduurzaming voor gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed. En elke gemeente heeft vanuit eigen politieke doelstellingen en beleidsmatig perspectief daar een eigen koers in en gaat ook een eigen invulling aangeven. Wat wij willen doen vanmiddag is daar jullie in meenemen per gemeente, wat was nou de voorliggende vraag. En als 4e project hebben wij ook nog een onderwijsproject die duurzaam gerenoveerd is. Ik zie dat er nog wat animaties in mijn presentatie zaten, dus er mag direct doorgeklikt worden tot de laatste. Deze, ja, dank u wel. Dit is de gemeente Den Helder. Ik zal wat vertellen over de gemeente Den Helder. En mijn collega Maarten die zal vervolgens Leeuwarden en Assen voor zijn rekening nemen. En ik zal afsluiten met de onderwijshuisvesting. Bij de gemeente Den Helder was ons gevraagd, kom met een verduurzamingsplan. Want als gemeente hebben wij 2 politieke ambities. Wij willen graag op onze kernportefeuille verduurzaming versneld naar gemiddeld energielabel B verduurzamen. En daarnaast willen wij ook een jaarlijkse besparing realiseren van 5% conform de CO2-ladder in 2020, 2021 en 2022. En die 2 vragen kregen wij. En wat we vervolgens hebben gedaan is dat het interessant is om te weten, wat is dan de kernportefeuille waarover deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Dus we zijn gestart met de gemeente om te bepalen, wat is de kernportefeuille voor duurzaming. De gemeente Den Helder heeft 138 objecten in bezit, maar daarvan zijn 50 objecten maatschappelijk vastgoed. Als je daar ook nog de gebouwen van de afstootnota eraf had en de niet labelplichtige gebouwen, bleven er 18 panden over. En die 18 panden, daarmee moeten deze doelstellingen gerealiseerd worden. Waar zijn we mee gestart? We zijn gestart om van die 18 panden een nulmeting uit te voeren met wat is nou het huidige energielabel, hè? Waar sta je, wat is het gebruik van die panden. Maar dat bepaalt uiteindelijk ook je energiebesparingspotentieel. De gemeente vroeg ook aan ons, kunnen jullie het ook integraal benaderen? En met die integrale benadering vroegen ze eigenlijk, alle panden hebben een onderhoudsbehoefte. Dus misschien willen jullie ook kijken naar de onderhoudsplanningen en hoe daar de investeringen de komende jaren op ons afkomen. En toekomstig gebruik. Want het is ook interessant om te weten, en volgens mij werd het hiervoor ook al gezegd. De gemeenten gaan over het vastgoed, maar uiteindelijk zitten er ook partijen of verenigingen of gebruikers in het gebouw. Die uiteindelijk ook bepaalde wensen en eisen hebben van de huisvesting. We hebben dat inzichtelijk gemaakt. Wij noemden dat de nulmeting, waar sta je met die gebouwen? Vervolgens hebben wij van die 18 gebouwen inzichtelijk gemaakt, wat is nu het besparingspotentieel en welke maatregelen zijn er te nemen om te komen tot label B, label A en label A++. Wat daarin naar voren kwam was dat van die 18 panden het relatief eenvoudig was om tot gemiddeld label B te komen, tegen een relatief lage investering. En wat daarmee vervolgens ook duidelijk werd, was dat daarmee maar 3% energie werd bespaard. Dus met die ambitie voldeed je sowieso niet aan de ambitie energiebesparing 5% per jaar. Dus er zijn meer maatregelen nodig om tot energiebesparing te komen. En daarmee is de doelstelling label B eigenlijk ondergeschikt geworden. Wat we vervolgens hebben gedaan is gekeken, wat is met deze 18 panden maximaal te realiseren aan energiebesparing? Omdat meer dan het verbruik kun je ook niet besparen. En voordat we gaan kijken van die 18 panden, ja, wat ga je in welke volgorde doen, dachten wij, kunnen we überhaupt wel met deze panden die doelstelling van 5% per jaar behalen? Nou, daaruit bleek dat er in totaal op die 18 objecten in totaal 16% energiebesparing gerealiseerd kan worden. Maar dat betekende wel dat van die 18 panden, 15 panden naar gasloos getransformeerd moesten worden. En dat hield dus ook in dat. Inco, ik wil je graag even onderbreken. Je hebt nog 10 minuten voor de totale presentatie. Oké. Ja? Oké. Nee, dat is goed om te weten. Wil je daar rekening mee houden?
Nee, 20 minuten. Dan houden we het echt op hoofdlijnen en dan zullen we tijdens de breakout-sessies verder bij stilstaan. Gemeente Den Helder, twee doelstellingen, aanpak wat heeft geresulteerd in een investeringsoverzicht om uiteindelijk met welke panden kunnen we welke energiebesparing realiseren. En daarmee hebben we in ieder geval een overzicht, inzicht gecreëerd waarop de gemeente tot besluiten kan komen waar ze prioriteit aan geven. Dit was de vraag vanuit Den Helder. Geef ik gauw het woord over aan mijn collega Maarten om op hoofdlijnen de twee anderen te doen en kan ik afsluiten. Ja, ook deze sheet mag wel even doorgeklikt worden totdat hij helemaal vol staat. Goedemiddag, Maarten van Schie, BCN Groep. Ik ben projectmanager. Ik hou me bezig onder andere met verduurzaming van vastgoed. Ik heb twee voorbeelden meegenomen, gemeente Leeuwarden en de gemeente Assen, net al door Inkoop benoemd. Ik jaag er even doorheen, want volgens mij moeten we echt heel snel. De gemeente Leeuwarden heeft een ambitie benoemd waarin ze in 2050 onafhankelijk willen zijn van fossiele brandstoffen. Dat heeft geresulteerd in een vraag aan ons in een pilotvorm, wat minder ambitieus, om 10 van hun objecten te transformeren naar een energielabel A. De selectie van die 10 panden heeft plaatsgevonden op basis van eigenlijk de 10 slechtst scorende gebouwen. Dus dan hebben we het over een F-label zo'n beetje. En daarbij hebben ze een business case benoemd dat de energiebesparende maatregelen eigenlijk ook het project moeten financieren. Dus de uitdaging aan ons is in ieder geval die business case te toetsen geweest. Dat hebben we gedaan door dat integraal te benaderen en daar ook het meerjarig onderhoud bij te betrekken en daar de synergie in te vinden tussen de verduurzaming en het onderhoud. Daaruit kwam eigenlijk de conclusie dat we dat met puur alleen bouwkundige maatregelen zouden kunnen redden, hè, naar een label A. We hebben de benodigde investeringen daarvoor inzichtelijk gemaakt, de energiebesparingsmogelijkheden en de terugverdientijd. En de conclusie die we eigenlijk konden trekken naar aanleiding van het onderzoek wat we gedaan hebben, is dat de business case niet haalbaar was. We kwamen op een gemiddelde terugverdientijd van ongeveer 40 jaar uit. Heeft ook te maken met de bezettingsgraad van de gebouwen. Hè. Wat je niet gebruikt, wat je niet verstookt, dat kun je ook niet besparen. Dus dat heeft eigenlijk geresulteerd in een alternatieve financiering vanuit de gemeente, waarbij 4 objecten zijn afgevallen omdat die echt niet rendabel waren. Dus daar is herbestemming of nieuwbouw voor gepland. En 6 objecten zijn verduurzaamd inmiddels opgeleverd begin van het jaar, als ik me niet vergis. Het leerpunt wat we hieruit kunnen halen is dat het investeren in verduurzaming, dat kost geld. Het laat zich voor een deel terugverdienen, maar ook niet volledig. In de notendop gemeente Leeuwarden, kunnen we wat mij betreft door naar de gemeente Assen. Naar de volgende sheet. En ook die mag doorgeklikt worden, ja, dankjewel. Als we kijken naar de ambitie van de gemeente Assen, en die wijkt dan ook weer af van wat Den Helder heeft gedaan en wat Leeuwarden doet, dan geven zij aan, wij willen graag in 2030 energie neutraal zijn. Daarbij hebben ze ook nog de wens om op enig moment maximaal 20% van de energie, van het energieverbruik van het net te halen. Dus dat betekent ook dat daar iets van energieopslag of iets dergelijks moet gaan plaatsvinden. De gemeente heeft daarop een pilot ingestart. En daarbij hebben ze voor hun bekende marktpartijen onderhoudspartijen uitgedaagd om verduurzamingsplannen te maken. Dat noemen ze een roadmap. Dat is voor 3 gebouwen gedaan. En dat is ook het moment, eigenlijk daarna zijn wij ingestapt. Waarbij wij hebben gekeken niet alleen naar weer de verduurzaamheids, of het verduurzamingsaspect, maar ook weer gekeken naar wat heeft verder invloed op de toekomstbestendigheid van het gebouw. Dus dan ook weer naar onderhoud gekeken, naar ruimtelijke functionaliteit gekeken, integrale toegankelijkheid, asbest enzovoort. Voor een van die roadmaps bleek die verduurzaming niet haalbaar. Dus daar hebben we voorgesteld om richting vervangende nieuwbouw te gaan denken. Die is afgevallen. We hebben 2 van de 3 objecten naar de markt gebracht. Een aanbesteding voor gehouden. En daar is alsnog een tweede pand ook afgevallen. Op basis van het aanbestedingsresultaat, maar ook vooral op basis van de wijkontwikkelingen die daar waren. Het derde object, een sporthal, die is inmiddels verduurzaamd. Wordt volgende week opgeleverd. En dat zal een banggebouw worden. De ambitie helemaal energie neutraal hebben we daar niet gehaald. En het zit hem voornamelijk in het feit dat we de zonnepanelen niet kwijt konden. In ieder geval niet in de aantallen die we nodig hadden.
Maarten, ik wil je weer even onderbreken. Nog 3 minuten graag. Ja? Dan stop ik hiermee. Volgens mij stonden rechts nog wat aandachtspunten, maar die heeft iedereen kunnen lezen. Dan geef ik Inco weer terug het woord. Dankjewel. En dan eindig ik. Ik kan eindigen. Ik heb 3 minuten, nog 2,5 minuut, denk ik. Als ik de volgende slide mag. Als het goed is, komt daar het project IKC de Lijster Igge van op einde tevoorschijn. Inderdaad, mag 1 slide verder. Eigenlijk is het 1 slide verder de teaser voor de breakout sessie. Mag eentje terug. Dat is een bestaand schoolgebouw levensduur verlengend, non-renoveren in een zomervakantietijd. En dat is ons gelukt. En in een breakout sessie kan ik uitgebreid stilstaan bij hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. Wat ik kan aangeven is dat wij samen met het ministerie OCW, platform 31, onder het programma Scholen voor Energie, dit schoolgebouw daar onderdeel van hebben laten uitmaken, met een schoolbestuur, gemeente en een consortium uiteindelijk een overeenkomst zijn aangegaan om zowel ontwerp, uitvoering als ook 20 jaar onderhoud en energierekening bij het consortium neer te leggen. En dat vroeg om een bepaald financieringsmodel waarin iedereen risico liep. En daar vertel ik u graag meer over tijdens de breakout sessie. Dat is mooi binnen de tijd. Dank jullie wel, Inco en Maarten. We hebben nog geen vragen ontvangen van de deelnemers. Maar het roept zeker allerlei vragen op. Inco, heb je 3 gouden tips voor de Zaanstreek specifiek om de klimaatdoelen te halen? Tip 1 is realistisch en inzicht in je huidige portefeuille. Wat ik heb gemerkt bij de andere gemeenten is dat het toch altijd lastig is als het erom gaat dat je wel moet weten wat je vastgoed is en wie je gebruikers en je betrokkenen participanten zijn. Als je niet weet waar je bent, dan weet je ook niet hoe je daar komt, waar je naartoe moet. En realistisch ook uiteindelijk niet alleen in het theoretiseren van wat kan, maar ook hoe ga je het uiteindelijk realiseren met elkaar en wat voor impact heeft het op je eigen organisatie, ook in uiteindelijk de uitvoering ervan en het betrekken van de markt. En dat was al een tip 2. En een tip 3 is inderdaad gewoon begin ook met beginnen. Wat wij ook doen, we zijn pilots gestart, maar die vrijheid en veiligheid moet er ook zijn bij de medewerkers om dat op die manier te verkennen. Ja, dat is inderdaad al eerder genoemd. Dit is een heel nieuw pad voor iedereen, dus maak een paar stappen en je leert aldoende. Dat is de laatste tip die je met name noemt. Maak stappen, ja, mooi. En inderdaad, wat ik ook oppik is partnerschappen, samenwerking. Ook een hele belangrijke. Mooi. Ik wil jullie hartelijk danken, Inco en Maarten, voor jullie bijdrage. Het wordt tijd voor een pauze. En daarna om dan inderdaad zelf met elkaar interactief te kijken. Wat kunnen we hier met deze informatie en inspiratie en onze eigen omgevingen voor concrete stappen maken? Aan de hand onder andere van deze inspiratie en de tips ervan. Ik krijg een bericht dat er een vraag is. Even kijken of we daar nog tijd voor hebben. We hebben daar misschien nog wel even tijd voor. Kijken wie de vraag heeft. José, kan jij kijken of we de vraag door kunnen krijgen? Heeft iemand zijn hand opgestoken? Ik zie hem niet doorkomen. Dan hoop ik dat de vraag straks gesteld wordt als we terugkomen, of dat hij in de breakout sessies ter sprake kan komen. Ja, ik ben erin, geloof ik. Ja, inderdaad. Peter, jij hebt een vraag. Heel kort, welkom. Ja, ik heb meerdere vragen. Oh, maar we hebben maar heel kort. Dus hou het bij de allerbelangrijkste. Een hele lange presentatie en dan geen tijd voor de vragen. Oké, kom me bekend voor. Oké, ik had een vraag aan Femke over de RES. Ik ben bij de bijeenkomst geweest en mij viel op dat er geen rekening werd gehouden met het toekomstig energieverbruik. En nu er ook allerlei gewenste partijen zoals Wormer afvallen, die zeggen ik wil je niks, geen windmolens plaatsen, lijkt me dus het doel onhaalbaar. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar nu niet op kan antwoorden, maar dan wil ik wel weten hoe we dat dan wel gaan halen. En dan over transitievisie warmtenet. Ik hoor weer alleen warmtenet en all electric. Terwijl dat beide inefficiënte methoden zijn om te verwarmen.
Ik hoor weer niks over alternatieven als biomassaketels en zonnewarmte door middel van zonnecollectoren. Waar blijft dat? Wanneer komt dat in de aandacht? Dan heb ik een vraag voor Anne Twilt van de Green Business Club. Zij bieden warmtescans aan voor 100 euro. De ZEC deed dat de helft goedkoper. Maar kan dat niet aan? Kunnen jullie daar niet in samenwerken? Dan heb ik een vraag voor Robert van der Zijde van Wiesprak. Afnemen van bedrijven en burgers. Hartstikke goed idee. Kunnen jullie niet samenwerken met de ZEC? Want die hebben ook een gigantische productie. En verder de vergoeding... Peter, ik wil je graag onderbreken. Je hebt hele interessante vragen die behoorlijk op de inhoud gaan. Ja. Ik zou je willen verzoeken om die vragen even op de mail of de app te zetten. Dan kunnen deze personenpartijen daar straks op reageren, op terugkomen. En dat ook delen in de notulen, in het verslag van deze bijeenkomst. Maar we zitten hier aan de klimaattafels, juist zodat we dit soort dingen kunnen meenemen in de gesprekken, bijvoorbeeld in de breakout sessies. Dus ik vind het heel jammer dat ik daar niet eens de gelegenheid krijg om die vragen te stellen. Terwijl ik dat toch behoorlijk snel doe, denk ik. Ja, je krijgt alleen nog geen antwoord in de centrale. 1 minuut ben ik klaar. Energiecontract Zaanstad. Zaanstad neemt af van Eneco. Dat is Schumelstroom. Terwijl we hier Wiespark hebben. Wat gaat eraan gebeuren? De sectorale routekaart gemeen. Oh nee, dat is een vraag. Een notitie voor mezelf. Voor de BCN-groep. Ik hoor prachtige initiatieven over verduurzamen. Maar hoe wordt er gekeken naar het afstoten van panden en het gebruik delen, zodat er gewoon minder panden nodig zijn en minder gebruik nodig is? Het valt me ook op dat de besparing van 5% die Den Helder voorstelt, dat is echt een schijntje. Heb ik eigenlijk al gezegd. Het meeste besparing moet komen uit besparen op verbruik. En dat doe je dus door te verminderen op gebruik. En dan snap ik de ambities van artsen. Peter, en nu wil ik graag je echt inderdaad even onderbreken. Er is nog iemand, die een vraag heeft. Nee, we gaan het nu echt even stoppen. Je hebt relevante vragen en ik wil je voorstellen dat je in breakout sessie 3 deze vragen alsnog met de deelnemers deelt. Ik zit in een breakout sessie die daar niet voor bedoeld is. Ik zit in een breakout sessie met alle maatschappelijke organisaties die iets aan duurzaamheid willen doen in op de alternatieve manier, zeg maar. Die hebben jullie allemaal bij elkaar gestopt. Dus, Ik wil dit hier nu stoppen. Ik zie dat je relevante vragen hebt. Ik zie dat het aan je hart gaat. En het zijn relevante vragen in de breakout sessies en de verdere uitwerking. Mm-hmm. Dus of zet ze op de mail of neem ze mee in de breakout sessie. We zullen er sowieso op terugkomen, ook naar de andere deelnemers toe. Dat is een toezegging. Ja? En dan hebben we nog een vraag. Rutger, we hebben nog één klein momentje voor jou. Jij staat ook nog op de wachtlijst. Dankjewel, Peter. Ik had een korte vraag. In eerdere sessies van dit overleg hebben we het ook gehad over biodiversiteit in onze omgeving. En groen, dus natuur en bomen. Ik hoor dat nu weinig terug, maar dat kan gewoon zijn dat het nu niet aan bod is gekomen. Of is dat van de agenda verdwenen? Dat was want dat is wel een onderwerp wat ons in ieder geval ook erg aan het hart gaat. Naast alle andere belangrijke onderwerpen die inderdaad genoemd zijn. Oké, relevante vraag. Femke, ik denk dat jij daar een antwoord op wil geven of op wil reageren. Ja, het klopt dat deze sessie vooral accent legt op de energietransitie. We proberen in oktober specifieke bijeenkomsten te organiseren op groene klimaatadaptatie. En ik kom deze week nog bij jou in de lucht, Rutger, want ik wil dat heel graag met jou vormgeven. Welke mooie initiatieven we daar onder de aandacht kunnen brengen en wat we kunnen vertellen over het uitvoeringsplan klimaatadaptatie en wat daarin nog de dilemma's zijn. Dus dat programma hoop ik met jou te gaan vormgeven en ik kom bij je in de lucht. Ja. Dit geeft ook weer aan het preventie en de klimaatadaptatie, dat die ook op elkaar ingrijpen. Zeker. Dank, Femke. Er is nog één vraag die we er nu nog kunnen hebben. Er is een raadslid, kan die nog een hele korte vraag stellen? Ik denk dat we nog 1 minuutje hebben. Wie kan ik het woord geven? Ben ik dat?
Ja, Mariska. Ik heb even niet de camera aan in verband met mijn internetverbinding. Dit is beter. Ja. Wat ik wil zeggen is mijn verwachting hiervan was dat de Zaanse maatschappelijke organisaties wat zouden vertellen over hun uitdagingen met betrekking tot verduurzaming van het zij vastgoed, het zij andere dingen. Ik heb nauwelijks Zaanse maatschappelijke organisaties aan het woord gehoord. Ik ben nu een uur verder. Ik heb bijna alleen maar ambtenaren aan het woord gehoord. En het bedrijf wat heeft verteld hoe ze het in Assen en Den Helder hebben aangepakt. Nou, wat dat betreft had ik liever wat meer gehoord over hoe het in Zaanstad is en wordt aangepakt. Ik vind het een beetje jammer, dit. Ja, dat wou ik even melden. Dankjewel, Mariska. Dank u. Ik kan me dat voorstellen. Het spannendste deel komt in het tweede deel, de breakout sessies, waar de lokale organisaties zelf aan het woord komen en aan het werk gaan. Maar ik laat nog even het woord aan Femke hierover. Het is inderdaad zo dat we geprobeerd hebben zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de input die we hebben ontvangen. En daar was heel nadrukkelijk kom met voorbeelden. We hebben ook gevraagd naar de Zaanse voorbeelden om onder aandacht te brengen. Dus dit was met name een organisatie die nieuwe financierings- en maatschappelijke constructies weet te bedenken, waardoor waar het vaak vastloopt toch aan bod komt. Dat is die reden. Andere sprekers waren volgens mij niet van de gemeente. Maar net wat je zegt, volgens mij is de bedoeling voor de breakout om met elkaar te verkennen hoe vinden we eigenlijk dat het hier gaat. En hoe kunnen we met elkaar in samenwerking de volgende stap zetten. Prima. Dankjewel, Femke. Dan stel ik voor dat we nu de pauze ingaan en we krijgen op het scherm de breakout sessies, waar ik nu nog even een instructie voor zal geven. We hebben allemaal een tweede uitnodiging ontvangen, specifiek voor een van de breakout sessies. Breakout 1, daar zal Gert-Jan de moderator zijn. Breakout 2, dat zal ik doen over de zorg. En breakout 3 zal Femke doen. Het is de bedoeling dat iedereen na de pauze in zijn nieuwe breakout sessie komt. Dat betekent dat je deze sessie straks afbreekt. Je gaat op het rode bolletje in het midden staan en dan breek je deze sessie af. En dan ga je naar die andere breakout sessie die je ook hebt toegestuurd gekregen. Hier zie je de meeting ID's, zoals dat mooi in het Nederlands heet. Dan kun je zien welk ID het is. En dan kan je daar binnen de komende vijf minuten kan je daar proberen dan op te starten. Dan gaan we daar echt actief met elkaar kijken wat voor stappen er genomen kunnen worden, moeten worden en wat daarvoor nodig is. Heb ik nog iets vergeten als instructie? Oh ja, daarna komen we uiteraard weer terug in een centrale sessie om even met elkaar te delen wat er uitgekomen is en wat er misschien voor nodig is. Dus blijf vooral ook daarna weer terugkomen. Daarna heb je dus ook weer dat je uit de sessie gaat en weer nieuw in de centrale sessie terechtkomt voor de laatste 10 minuten van de terugkoppeling. We hebben nu een 5 minuten pauze en om 3:15 komen we weer terug in de centrale sessie. 42, ja. 42 en ze stromen nog toe. Mooi. We hebben 3 breakout sessies gehad. De mijne was interessant en er kwamen ook echt wel dingen uit die relevant zijn, denk ik. Ik wil graag eerst de 3 woordvoerders van de 3 breakout sessies een minuut zendtijd geven om echt de highlight eruit te halen. Wat gaan jullie doen of wat is jullie conclusie? Dus breakout sessie 1. Dan wil ik Gert-Jan vragen. Wie gaat daar het woord doen? Nou, Anna van de SP. Oké, werkgroep maatschappelijke vastgoed verduurzamen. Anna, kan ik jou het woord geven? Moet ze niet het podium krijgen? Anna, van de SP, of je die op de speaker wil zetten. Het gaat over scholen, sportcentra en cultuurcentra. Nu heb ik mijn microfoon. Ja, daar is ze. Dankjewel. In onze groep waren vooral raadsleden, ambtenaren en ook schoolorganisaties. En we hebben dus gediscussieerd voornamelijk over hoe we het schoolorganisatie vastgoed duurzamer moeten maken. Er zijn verschillende adviezen opgekomen.
Bijvoorbeeld Joep die gaf aan dat je bij die scholen ook tussenstapjes kan maken en niet per se hele grote sprongen kan doen. Dat kan je doen door speciale installaties die zorgen dat de verwarming zeg maar, afgestemd is op het weer en de temperatuur. Daar kan je een hoop besparing mee bereiken. Verder is aan de orde het landelijk beleid natuurlijk, want scholen willen met, als zij stroom op gaan wekken of warmte, willen ze natuurlijk ook wel profiteren van subsidies. En de salderingsregeling is veel besproken. Als je de stroom niet meer terug kan leveren, verdien je er ook niks mee. En dat moet dus echt meer zekerheid voorkomen. Inco die had het over vroeg eigenlijk van hoe zit het nou eigenlijk? Zit nou aan alle visies, ook met betrekking tot onderwijs en ook met betrekking tot sport en ook met betrekking tot buurthuizen, zit daar nou eigenlijk ook die energiebesparing en die energieopwekking aangekoppeld? En dan is er ook nog de organisatie Biespark. En die heeft het ook nog een keertje gehad over saldering. En daar zou je dus onder elkaar stroom kunnen gaan verkopen. En daar zou je dus met die salderingsregeling niks te maken hebben. Verder waren er nog de onderwijsorganisaties. En die zijn allemaal bezig met het, of althans twee daarvan zijn bezig met het IHP. En die willen daar zeg maar ook het hebben over energiebesparing en het hebben over energieopwekking. Maar dan mag ik je onderbreken. Ja. Mooi dat er zoveel organisaties enthousiast zijn en goed bezig zijn. Kan je nog één highlight eruit halen van hey, tijdens dit gesprek bleek dat twee verschillende partners of deelnemers met hetzelfde probleem zaten of een oplossing voor elkaar hadden. Ik zou graag één ding, zo'n highlight, er nog uit willen halen. Nou, vooral de organisatie TCN, die gaat nu door in elk geval de gemeente benaderd worden om te kijken van hoe de onderwijshuisvesting verduurzaamd en energieopwekkend gemaakt kan worden. En verder is men wel geïnteresseerd in Biespark. Oké, okay, ja, heel vernieuwend. Dankjewel, Anna. Mooi. Ik verstaanbaar? Ja. Voor jou wel, ik weet niet of het voor de rest ook is. Maar wat ik toe wil voegen is dat we in elk geval hebben afgesproken met alle scholen, samen met Biespark, om tafel te gaan op korte termijn. Om te kijken wat voor mooi integraal energieplan er opgesteld zou kunnen worden. En BCN heeft daar dus aan toegevoegd. We gaan eens even kijken wat we kunnen doen in de totale portefeuille aan onderhoud en nieuwbouw, als je ook je meerjaren onderhoudsinvestering meeneemt, wat je dan met je totale investering kan doen voor een echt klimaatarm of bangneutraal of een banggebouw, zeg maar. Ja, dat is een mooie toevoeging. Dat is een mooie winst ook, een concrete volgende stap. Ja, dankjewel Gert-Jan. Dan wil ik naar de zorg in breakout sessie 2. Die heeft natuurlijk zijn eigen Green Deal Zorg 2.0, waaraan gewerkt wordt en waar al afspraken in gemaakt zijn. Rutger wil daar heel kort nog wat highlights uit delen met ons. Rutger. Ja, dankjewel. Dit was de vierde keer dat we met elkaar op deze manier om de tafel zaten. De Green Deal, duurzame zorg, heeft vier doelen. Het eerste doel is dat we 49% CO2-reductie in 2030 willen bewerkstelligen als zorgsector. Het tweede doel is dat we meer circulaire bedrijfsvoering willen inzetten. Het derde doel is gebruik maken van een gezondmakende leefomgeving en bijdragen aan biodiversiteit. En het vierde doel is medicijnresten in afvalwater reduceren. Daarvan hebben we eigenlijk gezegd met elkaar, ja, dat zijn allemaal alle vier hele belangrijke doelen. We beginnen eventjes met die CO2-reductie. We zijn eigenlijk allemaal bezig om plannen te maken daarvoor. Dat is ook onderdeel van de Green Deal dat we dat 31 december moeten af hebben. Dus om in 2030 tot 49% CO2-reductie te komen. Nou, daar zijn we allemaal druk mee bezig. De ene partij is daar al wat verder in dan de ander. Er zijn ook een aantal onderwerpen die we met elkaar even goed moeten bekijken. En ook waar de gemeente ook een rol in speelt. Dat zijn vier eigenlijk hobbels die we moeten nemen. Heel kort.
De eerste hobbel is dat heel vaak niet altijd de gebouwen in ons eigen beheer zijn. Dus dan zien we wel mogelijkheden tot verbetering, maar ja, de eigenaar die ziet die niet of wil daar niet in mee. Een tweede aspect is dat er een aantal partijen zijn die al heel erg ver voorop lopen. Maar ja, waar leg je dan die meetlat, hè, als je die reductie wil reduceren? De derde hobbel die we moeten nemen is, welke meetmethode gebruik je daar precies voor? En spreken we daar in dezelfde taal? Want er zijn toch wel wat verschillende opties. En de vierde hobbel die we daarin willen nemen is kijken hoe je dat nou goed kan borgen. We hebben deze afspraken gemaakt, die staan heel stoer en gaaf op papier. Mensen zijn er ook mee bezig. Hoe houden we dat nou vast? Nou, één optie om dat te doen is dat het ook in de inkoopcriteria wordt meegenomen. Dus dat de gemeente daar ook een toezichthoudende rol in speelt. Dat is nu de status. Onze afspraak is dat er een volgende bijeenkomst komt waarin we meer die samenwerking en ook kennisdeling met elkaar gaan benutten. En ook kijken wat voor goede tips. Er werden ook al enkele tips met elkaar gedeeld. Die willen we in een volgende bijeenkomst wat meer op de voorgrond laten komen. Dat is een mooie samenvatting, Rutger. Ja. En tegelijkertijd realiseerden we ons ook, CO2-reductie, ja, CO2 zit ook in materialen. Dus als je het over circulaire bedrijfsvoering hebt, dan ben je ook met CO2 bezig. Dus het zijn niet echt vier helemaal losse onderwerpen. Het een beïnvloedt ook het ander. Ja, mooi. Dankjewel. Graag dan degene die in breakout 3 is geweest en hier heel kort nog de highlights zou delen met de rest van de groep. Wie kan ik uitnodigen van breakout 3? Hoi, ja, ik ben Femke. We hebben niet een andere spreker afgesproken. Ik denk dat het klinkt dat ik misschien even gezien de tijd het kort samenvat. We hadden een hele diverse groep, maar het bracht ook gelijk hele leuke verbindingen tot stand. Een paar die ik eruit wil benoemen is Rick van Oorschot, die werkt aan het gezonde binnenklimaat in gebouwen in combinatie met de energietransitie. Daar werd een link gelegd met het werk van Frank-Jan Borst met de buurthuizen en ook bij bijboerderij De Veldmuis. Dus daar wordt gekeken hoe we met de gemeente, met de vierde, kunnen kijken of we een vervolgafspraak kunnen inplannen om te kijken van nou, wat kunnen we hier voor kennis uitwisselen en wat is hierin mogelijk. Peter Goldsen gaf plenair aan dat het heel belangrijk is dat de gemeente dan zelf ook wel lokale duurzame energie opwekt. Nou, daar gaf WeSpark heel nadrukkelijk aan dat we dus in de laatste onderhandelingen zijn om dit met de gemeente te borgen. Dus als het goed is, zal dat op korte termijn ook betekenen dat ook de gemeente zelf daarin het goede voorbeeld geeft. Maar we zijn nog in de afrondende fase daarvan. Het Hoogheemraadschap, het waterschap gaf aan dat de klimaatadaptatie in relatie tot het ruimtelijke werk heel erg van belang is en in dit programma niet zo goed aan bod komt. Nou, daarvan hebben we gezegd, in oktober is in ieder geval een belangrijke bijeenkomst. Dus daar kunnen ze nog input meegeven om dat programma goed te laden. Ze zijn al in contact met de gemeente voor de mensen die het uitvoeringsplan aan het maken zijn. Dus ik denk dat dat ook heel cruciaal is. En daar werd ook de relatie gelegd met het werk van buurthuis. Martijn Thieme werkt aan meerdere groenprojecten. Dat gaat over het opsparen en opkweken van groen, wat eventueel op verschillende plekken in de stad ook weer kan worden uitgezet. Dus plekken vinden waar je kan opkweken en plekken vinden waar je zoveel mogelijk groen weer kan bijplaatsen. Naast andere initiatieven die er ook zijn op dit gebied met betrekking tot voedselbossen. Dit zijn initiatieven die we allemaal in het klimaatakkoord opnemen, zodat we zoveel mogelijk zichtbaarheid eraan geven en mensen inspireren om aan te haken, mee te doen en soortgelijks te doen. Extinction Rebellion kwam heel nadrukkelijk met de oproep van ja, het is allemaal hartstikke fijn dat geklets, maar laten we nou in vredesnaam beseffen dat we in een hele grote crisis zitten en daar ook veel meer naar zouden moeten handelen en ook de gemeente dat moet doen. Nou, we zitten natuurlijk als gemeente, zijn we vertegenwoordiger van alle partijen in de stad, dus we proberen daar de manier te vinden om het verder te brengen. Maar er was in ieder geval een duidelijke medestanders in deze groep om te zeggen van ja, dat moet echt harder en sneller. Daar werd wel gelijk weer in doorgepakt door te zeggen van we proberen te kijken of we dus over dat burgerberaad wat Peter aangaf, of we daar een sessie over kunnen organiseren. En tegelijkertijd zegt wijboerderij De Veldmuis, wij kunnen daar ook wel wat bewustwording gebruiken. Dus wellicht dat Extinction Rebellion en De Veldmuis samen gaan kijken of daar iets te organiseren is in de buurt. Femke, ik wil je echt nu onderbreken in het kader van de tijd. Ik merk dat er heel veel energie en initiatieven zijn in die groep. Komen er ook vervolgstappen concreet, los van degene die je al genoemd hebt?
Ja, we hebben ook nog een over herinrichting was ook nog een vraag waar we op terugkomen. Ja, we willen dit heel beknopt. We gaan geen ellenlang verslag maken, maar de punten inventariseren en daarop terugkomen en ook vervolgafspraken op inplannen. Ja. Ja. Maar het is co-creatie, hè? Dus het gaat er niet om dat de gemeente dit allemaal organiseert. Daar waar partijen zeggen wij zouden eens verder moeten praten, organiseer dat ook. Dat is natuurlijk de ware co-creatie. Ja, ja, dan neem je allemaal eigenaarschap van de mooie kansen die er liggen. Ja. Ja. Dankjewel. Dat zijn, we zitten nu net precies te laat eigenlijk. We hadden nu willen afronden. Dus dank voor deze terugkoppeling uit de breakout sessies. Ik hoop dat iedereen daar ook zijn voordeel aan heeft kunnen doen en wat heeft opgestoken, energie van krijgt. Ook van de inspiratiesessie die we daarvoor hebben gehad. Ik wil graag de volgende slide zien op het scherm. Kan die komen? Ja, want we gaan nu afronden. Femke gaat nog een aantal afrondende zaken noemen over de vervolgstappen. Ja, krijgen we het anders scherm? Nou, we krijgen Femke te zien. Dan gaan we het... ja, nou ja, kijk. Dat is mooi, Femke. Aan jou nog even het woord. Ja. Ja, nou laat ik dat dan heel kort houden. De volgende bijeenkomst, die wordt zo goed als we met elkaar weten te maken. Dus heb je ideeën over hoe de volgende keer anders beter moet of welke veranderingen we daarin moeten doorvoeren, kom in de lucht en help ons mee organiseren. Alle initiatieven die we hebben gehoord, zetten we in ieder geval in het klimaatakkoord. Ben je genoeg op de hoogte of wil je altijd bijblijven van de nieuwtjes, meld je aan voor de nieuwsbrief. En op de website die hieronder staat, daar houden we ook de actuele subsidiekansen in het oog. Dus we hopen daarmee zoveel mogelijk mensen die informatie mee te geven. Dat was lekker kort. Dankjewel, Femke. Ik hoop dat iedereen er gebruik van maakt om elkaar daar weer te vinden en elkaar te versterken. Dan zou ik eigenlijk nog een laatste afsluitend woord willen geven, een kans willen geven. Onze wethouder, is die nog aanwezig? Kan ik niet zien? Ja, ja, natuurlijk ben ik nog aanwezig. Oh, wat mooi, wat fijn. En, ja. Ik heb ook, sommige mensen hebben, ik weet niet of iedereen het gezien heeft, maar ik heb ook ik ben gehopt van de ene breakout sessie naar de andere. Dus ik heb inderdaad dat gehoord over de slimme verwarming aanpassing die je binnen een jaar ook zou kunnen terugverdienen. Ik heb ook over het de binnenruimte beter benutten. In plaats van de lucht verwarmen, de mensen verwarmen. Heel interessant, echt voor mij in ieder geval heel nieuw. Dus er zijn heel veel verschillende ideeën en ik ben het wel met Peter eens. We moeten ook echt gaan doen. Je kan het geklets noemen en misschien moeten we dat ook doen. Maar geklets is ook dat je elkaar inspireert en aanspoort. Peter heeft dat gedaan, dus laten we dat ons ter harte nemen. Dat we onszelf aan blijven sporen om ook echt die tips uit te wisselen. En in kleine stappen in ieder geval te beginnen. En natuurlijk is er een enorme grote opgave en is enorme urgentie. Maar ik ben ervan overtuigd dat je elkaar echt moet blijven inspireren en moet opzoeken. Doe dat vooral. Deze sessie heeft misschien, dan merk je dat je weinig tijd hebt om die tips uit te wisselen. Maar we wonen in Zaanstad, dus pak je fietsen, ga gewoon bij elkaar op bezoek en inspireer elkaar en blijf elkaar aansporen. Dus dankjewel. Mooi, dank. Ja, en dat inderdaad, dat geeft ook aan, het gaat niet alleen over gebouwen verduurzamen, het gaat ook gedrag, hè? Dat is ook wat ik hoor bij uw woorden. En laten we de gebouwde omgeving zo maken dat we ons gedrag ook gestimuleerd voelen om inderdaad duurzaam gedrag te vertonen en elkaar daarbij te inspireren. Ja, mooi. Dank u wel. Ik wil jullie allemaal danken voor jullie medewerking, voor jullie bijdrage, voor het meedenken. Laat vooral horen, ook achteraf nog. Jullie krijgen de presentatie toegestuurd. De centrale sessie komt ook op de website. Laat ook vooral horen of je nog andere tips of suggesties hebt of wensen hebt om samen te werken of een bijeenkomst te organiseren of een excursie te organiseren. Neem het initiatief en zoek elkaar op. Dat is een belangrijke oproep aan iedereen. Ik wil jullie allen danken en ik wens jullie heel veel succes de komende maanden met de volgende stappen en plannen die uitgewerkt gaan worden.
Dank jullie wel.